Van de over. Ik ben Helene en welkom bij Akkerfresh TV. Vandaag zijn we op het Your Stage Festival. Dat is een festival voor jongeren die een week lang workshops hebben gevolgd en vandaag hun kunsten mogen vertonen. Maar niet alleen deze jongeren zullen hun kunsten laten zien, ook Dio komt en Giovanka. Het wordt gewoon een wijs gaaf festival. Kom, kijk mee! Listen to the music. Om in aanmerking te komen voor de workshops werden er op verschillende plaatsen audities georganiseerd. Alleen de allerbeste mochten door. Je hebt net al iets gedaan hier op het Zegboekcollege. Kan je vertellen hoe het ging? Ja, het ging op zich wel goed. Ik schreef wel goed kritiek en zo. En het kon op zich wel beter en zo. Maar het ging ook wel beter toen ik mijn eigen nummer ging zingen. Dus. Amazing grace, how sweet. Voor mijn gevoel ging het heel goed. Alleen de tips wat ik nu heb gekregen, dat moet gaan aanwerken. Dus, wat ik aan moet gaan werken is mijn zang. Dat is heel wat belangrijker nu. Ik heb een normale stem, maar alleen soms ga ik hoog en laag. Daar moet ik nog gaan aanwerken en dat is het. Mijn droom is eerlijk gezegd dat ik naar Amerika ga, een dansopleiding ga volgen daar. En daarna toch een dansschool echt begint met kinderen. Dus dat wil ik eigenlijk zelf. Ja. Bij het Your Stage Festival in de Asta. En dat wordt georganiseerd door Musicoop. Ja, er zijn allemaal audities. Op dit moment vinden er plaats. En optredens van minder bekende en bekende artiesten. Hey, jullie hebben net de auditie gedaan. Ik hoorde jullie al zeggen, zo, dat was eng. Kun je iets over vertellen? Ja, het is gewoon heel eng voor 3 mensen te staan. En het is gewoon je zenuwen, want je weet niet of je doorgaat. En je ziet andere mensen beter gaan en zo. En het is gewoon heel zenuwachtig.
Het is gewoon heel eng. Jij dat ook? Ja, ik vond het wel eng, want ze keken echt helemaal zo naar je en zo. Ja. Maar vonden jullie het wel goed gaan? Hadden jullie een goed gevoel over het liedje? Ja, maar je zag wel aan ons dat we zenuwachtig waren, maar voor de rest ging het wel goed. Ja. Maar denk je dat ze dat heel erg vinden als je zenuwachtig bent? Ik denk het niet, maar ja, ik denk het ook niet. Nee, ik denk het niet. Ik denk, ja, ze weten het wel hoe het is om daar te staan. Dus. En van welke school komen jullie? Hoofdstad Heldering. Dat is hier in Den Haag ook? Ja, bij Laan van Middenvoort. En waarom hebben jullie besloten om auditie te gaan doen? Omdat we het leuk vinden om te zingen en beroemd te worden. En op het podium te staan. Ja, het is gewoon leuk om jouw podium en al die mensen voor je neus en dat is echt wel leuk, ja. Jullie willen gewoon beroemd worden, dat is het eigenlijk. Jullie willen later in een villa met een zwembad wonen. Ja. 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 Hoi. Wat is je naam? Gabriella. Wat ga je zo doen? Zingen. Heb je er zin in? Ja hoor. Heb je al eerder auditie gedaan? Nee. En welk liedje ga je doen? Oude Heer, van Esmee Dentos. Get me out of here, 'cause my eyes are burning from the silly things. Right now it's so amazing how you have so many faces. And you are not that person I thought that I had felt so deep in love with. Ja, heel mooi stemgeluid. Ook wel zuiver. Op het einde, toen volgens mij raakte een beetje afgeleid of zo, was je een beetje iets mis of toen raakte hij even erbuiten. En je ging op een gegeven moment ook de hoogte zeg maar in. Dat haalde je niet helemaal zeg maar. Dat is een klein beetje een soort van twijfeling. Maar dat komt denk ik vooral door als je je lijf ook meer sterker gebruikt achter je stem. Dat je dan meer open gaat met je stem ook. Ja. Hey. Hallo. Wat is je naam? Adriane. Wat ga je zo doen? Zingen. En wat ga je zingen? Heartbreak Away van Sharon Kips. Maar zit je op zangles of hoe lang doe je al iets met zang? Nee, vroeger zong ik altijd samen met mijn opa. Oké. Ja. Wat zong je dan met je opa? Van alles. Heel veel liedjes en mijn opa ging dan keyboard spelen. Ja, maar kan je iets doen? Nee, niet hier. Er was een vrouw waarvoor ik alles zou doen. Niets was te gek, ik had haar lief met heel mijn hart. Toen ging ze weg en was ik helemaal alleen. Nu zit ik hier met een vinger in mijn bil. Na de audities gingen kijken bij de workshops. We zijn hier met heel veel kids en we zitten hier een week lang en we zijn de hele dag weg muziek aan het maken en het is de bedoeling dat we zaterdag een optreden geven met deze kids, allemaal in groepen. Dus we zijn nu allemaal muziek aan het schrijven, aan het maken en heel veel aan het spelen om met deze groep en dansen ook heel veel, om met deze groepen dan hele coole acts neer te gaan zetten zaterdag. We mogen twee presentaties doen op het festival, 11 juli. En we mogen zelf in elkaar zetten en zelf bedenken. Dus dansen, zingen, acteren. Je bent een danser, dat zie ik meteen. Vind je het leuk dat je meedoet aan het festival? Ja, het is zeker leuk. Ik hou van dansen, optredens en ik ben heel breed met dansen. Dus het is gewoon alles wat met dansen maken vind ik leuk. Daarnaast werk je ook met verschillende mensen met talenten. De ene zingt, de andere rap. Andere gespeelde instrumenten en ze geven je ook een kans om zeg maar, mocht je iets anders ook nog te doen, dat je dat kan leren of even uitproberen, weet je. Ja, welke groep zit je? In RR. RR staat voor? Revolution Rebels. Klinkt wel hip, ja. Jij zingt? Ja. Heb je veel zangervaring? Een beetje. Nou, ik ging optreden in Asta en ze vonden mij een goed danser, dus toen hebben ze me hier gebracht. En ga je zaterdag optreden? Ja. En wat ga je dan doen? Street dance, hip-hop, van alles een beetje. Mijn naam is Chantal Baumgart, ik ben 13 jaar oud, speel al 9 jaar viool.
En doe mee aan Your Stage. Wat is jouw functie binnen deze groep? Ik ben een rapper en ik ben de host van het hele verhaal. We hebben zeg maar een soort battle element toegepast, dus we doen battle of the opposites. We hebben een violist die tegen, ik weet niet eens hoe die ding heet, klarinet. Klarinet moet battelen en we hebben drum versus beatbox en dans, modern versus beetje street dance en rap versus zang. Dus dat moet ik een beetje aan elkaar hosten. En ja, wij gaan sowieso rocken. Zeker, we hebben een goede groep. Ja, het ziet er ook heel erg goed uit. Hoeveel nummers gaan jullie doen? In totaal duurt de show ongeveer 25 minuten tot een half uur. Dus alles bij elkaar. Zeg maar, er zitten drie echte nummers in. Dus drie echt liedjes die we echt hebben geoefend. En de rest is zeg maar dan die battles, die battle shit. En dat hebben we dan weer los van elkaar geoefend, gewoon met elkaar schoen. Dag. Dat zag er allemaal onwijs goed uit. We gaan nu kijken hoe ze er in het echt vanaf hebben gebracht. Van alles een beetje. Moderne dans? Ja, moderne ballet. Street dance, ballet, hiphop en zo. Van alles. Heel erg getalenteerd. Ik vond het heel mooi. Is het nou zo zwaar een mama meisje op te tillen? Nee, eigenlijk niet. Denk je dat je mij op zou kunnen tillen? Oh nee, oh daar gaan we. Woe! Oh, dankjewel. Ik heb er nog eentje naast me staan. Ook een hele goede danseres. Dat doe je volgens mij ook al heel erg lang. Pas 4 jaar, dus niet zo lang. Nee. Maar ik vond het zo mooi. Dankjewel. En vind jij het leuk om opgetild te worden door zo'n dans? Het is heel leuk. Het is wel zwaar voor hun vooral, maar het is jij houdt toch niks schelen? Gaan? Super goed. Het publiek ging mee en super sfeertje daar op het podium en mijn man staat daar. Ja, met dat masker op. Ja, ja. Je kan wel praten toch? Ja, ik kan wel praten. Hoe ging het? Ja, ging super. Ja? Ja. En dan wil ik hier nog even deze meneer eruit pikken. Ja. Nou, vertel eens wat je wil vertellen. Ja, was leuk daar. Met mijn mannetje hier zo. Young, hey, you know what it is? Dan no. Was harde shit, man. Ja, man. Dat was hem. Ja, je vond het goed gaan. Je bent blij. Ja, man, zeker. Mooi weertje. Lekker zon. Ik ook. Zomertime, you know. Jongens, het was hartstikke leuk. Gouden! Yeah! Juf?
Hoe vond jij je pupillen? Mijn pupillen? Oh, die pupillen, ja. Ik vond het echt, ze deden het beste keer gedaan ever van de repetities. En het ging allemaal nog heel erg moeilijk en heel langzaam op gang. Maar echt, ze hebben er nu iets heel vets van gemaakt en ik ben echt heel erg blij. Ja, alles ging goed. Het sprong er echt vanaf, hè? Ja? Ik sta hier bij Riel en het is bijna zover. Daar is het podium, zo dadelijk gaan ze optreden. Hebben jullie al goed geoefend? Ja, zeker. Vond je het heel spannend de afgelopen week? Nee, niet spannend, maar nu wel een beetje. Je bent zenuwachtig. En jij natuurlijk ook. Ja. Staan jullie te trillen op jullie benen? Behoorlijk, ja. Ze vinden het allemaal heel erg spannend. Jullie zijn natuurlijk allemaal uitgeselecteerd tussen een groepje van 50 kinderen... tegen een heleboel andere kinderen die ook graag mee wilden doen. Hoe voelt dat nou? Ja, wel leuk. Dat betekent gewoon dat jij dus extra talent hebt. Ja, dat is wel heel cool. Dadelijk gaan jullie optreden. Jullie vinden het allemaal heel erg spannend. We gaan met z'n allen kijken. Ik wens jullie heel veel succes. Dankjewel. Yay! Goeiedag, dames en heren. Deze dames, zij hebben de auditie gedaan. Zij zijn doorgegaan. Zij hebben workshops en masterclasses gekregen van hele goede docenten. Zij kunnen zingen, theater, dansen. Een hele goede samenwerking hebben zij gehad met elkaar. Danseressen die kunnen zingen. Zangeressen die kunnen dansen. Dames en heren, laat je horen voor Riel! Ja, daar komen ze aan. Riel, ze hebben net opgetreden. Kom hier. I've got a question. Hoe vond je het gaan? Nou, ging wel goed, toch? Ja, het zag er heel goed uit. Hoe vonden jullie het? Ja, het ging goed. Ja, het ging heel leuk. Vonden jullie het leuk? Hebben jullie vader, moeder, vrienden, familie gezien? Ja. Ging er nog wat mis? Nou, ik deed volgens mij één partje te veel. Hij vloog uit. De plu viel uit, maar ze pakt het heel goed op. Ja, nou ja, schoen viel ook in de lucht en zo, maar ja, dat was leuk. Gewoon doorgaan. Nou, meiden, hartstikke goed bedankt. Bij Your Stage Festival. Ik zit hier naast Dio. Hoi Dio. Hallo. Spannend. Hey, jij bent ook best wel jong. Je bent 21 als ik het uitreken. Ik ben nog veel ouder. Hoeveel ouder dan? Ik ben 28. Ah, dat kan nog wel. Ja, dat kan nog wel. Dit festival draait een beetje om jongeren, om ze een kans te geven. Ja. Wat ik al zei, je bent ook vrij jong. Hoe was het voor jou om voor het eerst op onstage te staan? Ik weet nog wel wanneer dat was. Volgens mij 2 jaar geleden of 3 jaar geleden op de Koninginnendag in Den Haag. Hier, in Den Haag. Ja. En toen hadden de opposites optreden en die zeiden van ja, doe gewoon een nummertje mee dan. En toen zei ik ja, oké, is goed. Ik was echt vet zenuwachtig en zo. Ik stond echt te stressen, gewoon bijna in mijn broek te pissen. En uiteindelijk stond ik daar echt voor vet veel, zoveel duizend mannen. Dat was echt crazy. Ja, was crazy. Was leuk. Ja. Ik heb een raadschip.
geoefend en nu mag je op. Ja, klopt. Hoe voel je je? Ja, gewoon normaal. Een beetje zenuwachtig nu wel, want het is toch mijn groep. Ik heb al wel eerder opgetreden, maar ja. Het is nu echt mijn groep, dus ja. Nou, hartstikke veel succes. Ja, dank je. Ga even knallen. Ja. Heel snel, heel snel. Hele week geoefend. Ben je zenuwachtig? Nee. Alleen adrenaline. En dus dat is positief, hè? Positief, sowieso. We gaan hem echt rocken vandaag. Nou, wij zijn hartstikke benieuwd. Vanavond.
komt. Dat was Giovanka. Ik sta nu naast haar. En het was echt een geweldige show. Hi Giovanka. Hallo. Vond je het leuk? Ja, ik vond het enig. Ja, dat mag ik nooit zeggen van mijn achtergrond. Dat is enig, maar ik vond het enig. Nou, er zijn onwijs veel jongeren vandaag geweest die workshops hebben gevolgd afgelopen week. En vandaag zichzelf mochten presenteren. Zij hebben waarschijnlijk allemaal dezelfde ambitie als dat jij hebt. Heb jij nog een boodschap voor hun? Ja. Absoluut, waar moet ik naar die? Naar jou. Mijn boodschap is, laat je absoluut niet opjagen door verwachtingen van andere mensen. Doe helemaal wat je zelf wilt. En hoe meer tegengas je krijgt van je omgeving, hoe minder je daarvan moet aantrekken. Volg absoluut je hart. En dat klinkt heel, heel Disney-filmachtig. Maar ik meen het wel, weet je wel. Als jij voelt van, verdorie, ik wil DJ worden. Word DJ. Wil je zangeres worden? Ga, droom je droom. Droom je droom en jaag hem na. Thank you.